Ja, er gaan wat verschillende meningen over het internet over de nieuwe uitbreiding van Planet Coaster. We gaan dadelijk kijken naar een video die ze laatst hebben uitgebracht. En laten we gewoon gelijk naar kijken, want het is best interessant. Hier komt hij dan. Let op. Nou, we zien het logo. En op een gegeven moment zien we Spooky Pack. Oh jee, de eerste pack van Planet Coaster. En hij komt beschikbaar te koop eigenlijk. Beschikbaar en te koop op 25 september. Dat heeft natuurlijk te maken met Halloween. Halloween komt eraan. En ja, het gaat ongeveer rond de 10 à 11 euro kosten, wat ik begreep. En dat is natuurlijk ja, best wel een mooie prijs voor een DLC. Alleen ik ben benieuwd wat je voor die 11 euro krijgt. We hebben natuurlijk laatst ook die Back to the Future DLC gekocht. Die was ook 3 euro per stuk. En dan hadden we ook nog die Munsters update en die Knight Rider update. Dat waren gewoon losse kleine packs. En je had eigenlijk niet heel veel aan. Althans, je kon er niet echt hele leuke constructies mee bouwen. Maar ik denk dat ze in de achtergrond wel bezig zijn met een grote pack. Een grote ja, Halloween pack of iets. Ik weet niet precies hoe ze dit gaan doen. Maar ik hoop in ieder geval dat we lekker het park wat je aan het maken bent kunnen aankleden in een Halloween sfeer. En sowieso omdat natuurlijk Halloween eraan komt. Rond oktober is het heel leuk en uitdagend om voor mij weer een soort van extra serie te starten. Om een beetje een spannend, een spooky-achtig themapark te gaan bouwen. Dus bij deze ook een beetje confirmed dat ik zoiets wil gaan maken. Natuurlijk ga ik dit kopen. En het maakt niet uit als het 10 euro, 20 euro, 30 euro. Ik koop het alsnog, want Planet Coaster is het gewoon waard. Maar er zijn toch mensen, er zijn meningen over verdeeld. Mensen die zeggen in de comments van ja, we hebben in ieder geval, waarom moeten we hiervoor betalen? We hebben het spel gekocht voor 40 euro. En waarom moeten we dan voor een of andere update nog gewoon 10 of 11 euro betalen? Dat is een beetje schandalig. Maar ja, je moet natuurlijk wel even nagaan. En dat is niet om Frontier of Planet Coaster te verdedigen. Maar je moet nagaan dat natuurlijk in het verleden hebben we ook heel veel gratis DLC gehad. En in principe hebben we eigenlijk alles gratis gehad. Behalve die Knight Rider en die Munsters. Maar dat had te maken met licenties. Vind ik eigenlijk dat ze nu wel een keer mogen komen met een betaalde DLC. Of in ieder geval een betaalde een pack. Een spooky pack. Spooky pack heet het. En ik denk dat we pompoenetjes kunnen verwachten, skeletjes. Dus ik denk dat we het park leuker kunnen aankleden op die manier. Alleen ben ik bang dat mensen dan wel weer die DLC moeten kopen om dus bepaalde scenerie te kunnen laden. Maar kom op mensen, kom op. Echte Planet Coaster fans, die kopen dit gewoon. Dat is logisch. Nou ja, ik laat het filmpje nog één keer zien. Het is best leuk. Het is eigenlijk een heel simpel filmpje. Het duurt echt een paar seconden, maar het is gewoon leuk om te zien. Want in het logo van de O zie je dus een pumpkin verschijnen. Spooky Pack. Ja, dus available om te kopen op 25 september. Ja, is het al 25 september? Het is nog steeds geen 25. Deze maand, of nee, zeg het goed? Ja, deze maand. Binnenkort kunnen wij dus deze pack gaan kopen. Over 5 dagen. Dus ja, het wordt even spannend. Ik ben benieuwd wat erbij komt in die pack. Of we dan ook echt skelettenkopjes. Of hebben we dan een uitbreiding voor de piratenset. Omdat daar natuurlijk al een paar skeletjes in zitten. Laat het weten in de comments wat je hiervan vindt sowieso. Dat we hier dan 10 euro voor moeten betalen. En laat ook weten wat je verwacht in deze pack. En het is natuurlijk heel tof als wij deze pack gaan kopen. En een nieuw parkje gaan beginnen in het spel. Dat wordt dan niet te vervangen voor Forest Lake. Want dat gaat gewoon door, maar gewoon een extra park. Laat gewoon een duimpje achter en tot de volgende keer bij wie weet weer een tussendoor videootje. Of sowieso een video over een Planet Coaster update. Doei doeg!